Hallo allemaal, ik ben het. De vorige keer kon je zien hoe ik mijn verjaardag vierde. Ik had een huis vol visite en ik kreeg de mooiste cadeaus. Ook op school was het feest en werd er mooi voor mij gezongen. Maar daarna was ik nog niet klaar met feest hoor. Dit is ons huisje bij Lambo. En toen ik de deur opendeed, zag ik iets geweldigs. Het hele huis was versierd met slingers en ballonnen. Kijk nou, ze hebben ook nog eens een cadeau voor me neergelegd. Wat zou het zijn? Vet. Minions Lego. Super bedankt. Ze hadden er ook nog een erg lieve kaart bij gedaan. In de koelkast was een taart verstopt. Hier, mama. Jij krijgt een mooi feesthoedje. En een kus met de knuffel. Oh, papa, jij krijgt ook een hoedje. Oeps. Deed ze pijn. Mijn beste vriendin Isabel kwam ook gezellig langs. Om taart te eten. Om slushpuppies te drinken. Hey, is mijn tong blauw? Hihi. En om lekker te spelen natuurlijk. In het restaurant hebben ze altijd super lekkere dingen. Zie jij iets wat je lekker vindt?
Na het eten heb ik zelf mijn huisje gemaakt. Lekker. Daarna kwam er nog een verrassing. Ik schrok er helemaal van. Vuurwerk. En ik kreeg weer een cadeautje. Jullie moeten me niet zo verwennen hoor. Op het bord stond: van harte gefeliciteerd, 6 jaar. En het was van chocolade. Lekker zeg! De rest van de week bleef het een feestje. Ik ging lekkere muffins bakken. Eerst nog even mijn koksmuts kleuren. En daarna alle ingrediënten erbij. Suiker. Bloem. Eieren en olie. En dan goed roeren. Daarna deed ik allemaal lekkere dingetjes er doorheen. En vooral veel chocoladesaus. Het lekkerste vind ik nog het aflikken van de lepels. En als ze in de oven zijn geweest, kunnen ze me heen. Heb ik nog heel veel trampoline gesprongen. En kon ik nog even gek doen met Rogier de avonturier.
De hele week was super vet. Ik heb nu al zin in mijn volgende verjaardag. Maar ik moet nog een jaar wachten. Kijk, hier heb ik nog twee leuke video's voor je. Vergeet niet te abonneren, dat kost helemaal niets. En vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Doei doei!